ik had net ineens heel erg last van steekjes aan de zijkant van mijn buik. Ook als ik opstond deed het heel erg pijn. Dus ik hoop dat dat niks is en dat het gewoon bandenpijn is. Een hele goede morgen, mensen. Volgens mij is het mijn eyeliner. Ik heb make-up er gisteren niet afgehaald. Dus ik zie er een beetje uit als een verzopen katje. Eigenlijk zou ik vandaag een rustdag nemen, omdat dat gewoon belangrijk is. Maar nou ga ik de hele dag gewoon een beetje op bed liggen. En dan ga ik vanavond naar een première van een film. Denk ik dat ik dat wel aan kan, omdat bioscoop is toch in principe ook alleen maar zitten. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Wel moet ik naar Amsterdam reizen. Dus daarin kan mijn lichaam zeggen, oh, dit was veel te veel. Ja, ik weet het niet. We gaan maar gewoon proberen. En als dit niet lukt, ja, dan weet ik dat ook weer. Dat is vanavond. En ik ga er met Dionne, Ferry en met Thomas heen. En die spullen, ja, ze staan nu nog maar zo nutteloos in de kamer. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ze staan best wel in de weg. Kleine. Oh, heb je ons de hele nacht weer wakker gehouden? Ja. De hele nacht lekker miauwen. Mauw. Het is wel zo vervelend vannacht. De hele nacht waren ze naar binnen, dan weer naar buiten, dan weer naar binnen, dan weer naar buiten. En nu lig je lekker te slapen. In plaats van dat je gaat slapen als wij liggen te slapen. Oké, ik zit inmiddels in de trein. En ik had net ineens heel erg last van steekjes aan de zijkant van mijn buik. Ook als ik opstond deed het heel erg pijn. Dus ik hoop dat dat niks is en dat het gewoon bandenpijn is. We zijn er bijna. En dan ga ik naar Thomas' werk lopen. Als het lukt, als ik niet meer die pijn in de zij heb. Want anders gaat dat denk ik niet lukken. Anders moet hij me gewoon ophalen bij het station. Misschien sowieso wel beter om te doen. Hey, mijn auto staat hier ook. Oh, heb je hier geparkeerd? Ja. Sterk. We hadden vandaag een uitzending over chocolade en we hebben ook allemaal chocoladerepen gekregen. Ik heb chocola op mijn hoed. Oh ja. Kijk. Over hoeden gesproken. Jij gaat nu naar RTL. Ja, niet nu hè. Oh. Pas straks, over 3 uurtjes. Dan ga je naar RTL Late Night. Ja. En dan ga je vertellen over de hoed. Nee, niet zo. Gewoon in vloggen algemeen en de negativiteit dat er is, zeg maar dan. Oké, cool. Dus allemaal kijken. Oh, wacht, dit komt later. Ja, dit komt, maar je kan het wel terugkijken. Je kan het precies wel terugkijken. Oké, jongens, ik ga nu snel Darcy ophalen bij het station, want die is daar naartoe gegaan. Want we gaan nu naar de première van Bridget Jones' Baby, geloof ik. Ja, dat. Nieuwe film van Bridget Jones. Ik weet niet, wordt vast leuk, maar ik moet Darcy nu snel ophalen, want die is nu aan het wachten. Joes, hey, fijne avond, succes bij RTL. Laat eens komen, groetjes aan Darcy. Ja, ga ik doen. Doei, doei. Ciao. Oké, en ik loop nu ook even snel naar mijn auto. Want Darcy staat nu al te wachten op het station, maar ze heeft heel erg last van haar banden. Bij haar buik, zo heet dat, banden. Ik kan me voorstellen dat wat jongere kijkers geen idee hebben waar het over gaat. Maar je hebt, er zitten daar banden in de buik en als dat allemaal gaat oprekken, dan gaat het allemaal wat meer pijn doen. Dus ze heeft daar nu heel erg last van, dus ze loopt heel langzaam. Maar goed, zij staat daar nu te wachten. Mijn auto staat hier, ik ga pakken, ik ga rijden. En ik ga pakken, zei ik. Ik ga hem pakken, de auto pakken. En dan ga ik rijden. En dan zie ik jullie zo. Oh, de brug staat open. Ah, oh, no. Nou, dan heeft Darcy wel wat meer tijd. Om te lopen naar een plek waar ik haar op kan halen. Oh mijn god, ik dacht heel even dat ik jullie kwijt was. Ik zag jullie even zo snel in mijn tas zitten. Maar ik zit even op een bankje op Thomas te wachten. Hij komt me ophalen bij het station. Want ik kan echt niet meer lopen. Ik heb echt pijn in mijn hier. Aan de zijkant en dat loopt dan door naar mijn lies. Dus ik denk dat het mijn banden zijn. Als het morgen nog zo is, dan ga ik even naar de verloskundige bellen. Maar ik vrees dat het gewoon mijn banden zijn die nu echt behoorlijk pijn beginnen te doen. Pijn. De brug staat nog steeds open. Ik sta eigenlijk nog, ik zeg echt al 10 minuten. En Darcy die staat er waarschijnlijk nu ook al. Volgens mij komen nu de eerste mensen. We hebben in ieder geval wel lekkere chocolade meegekregen. Ik zag al melk. Ik zag koffie, cookie, die was echt heel lekker. Darcy vroeg al, zou je ook wat chocolade mee kunnen nemen voor mij? Want ik zag dat jullie een chocolade uitzending hadden en ik hou van chocolade, zeker nu. Ik weet niet, ze mag waarschijnlijk helemaal niet zoveel chocolade omdat ze zwanger is. Dat weet ik eigenlijk niet. Er komen wel endorfines vrij en zo en dat is allemaal wel goed. Ook voor de baby's. Oh, hij gaat dicht. Ik heb weer veel te vroeg gesproken. Hij gaat dicht, oké, ik ga weer snel rijden jongens. Let's go. Zoveel toeha
eromheen. Allemaal van die mensen die daar helemaal geilen. En ik sta er echt. Ja. Ja, die mensen gaan ook op de trap zitten. Ik ga ook lekker op de trap zitten weer. What's up on the streets and kept the bag in my pocket like a rolling. Yeah, I go slowly, but only when I pretend. All these people growing up, they wanna be us. Yeah, got me tripping like a Prius. I don't even know a lot of people selling pizzas these days. Check up for the sound of these waves. Yeah, you was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, nah, nah. Dat vind ik wel leuk, hè? Dat dacht ik. Naast die twee dan gaan we bijna beginnen met de film, maar het heeft ook nog René Zellweger. Echt waar, een prachtig mooie videoboodschap voor jullie. Ik zou zeggen, we gaan bijna beginnen, maar zet allemaal je telefoon uit. Ik zie allemaal foto's gemaakt worden en video's, hartstikke leuk. Maar dat mag nu niet meer, zet er lekker uit. En ik wens jullie heel veel plezier. En ik zie jullie zo dadelijk op de achtergrond. Een fijne avond. Ik heb al meer. We zijn thuis van... Wacht even, het is wel donker zo. We zijn thuis van de première. Was leuk. Veel geleerd. Veel gelachen. Niks geleerd. Maar het was wel grappig. Ik had sowieso alle Bridget Jones... Waarom? Stel nou even scherp, man. Ik had sowieso alle Bridget Jones films gezien. Gewoon omdat die altijd op tv zijn. Om de een of andere reden had Darcy het nooit gezien. Maar ik geloof het niet. Ze moet het wel gezien hebben. Want iedereen kent het. Tenminste... Iedereen van onze leeftijd die kent het. Oké, wij gaan nu in ieder geval slapen. Het was een leuke film en we zien jullie morgen. Eens wat rusten. Wat rusten. Daar wacht ik op. Wat rusten, doei!